Het vliegveld Twente is aangewezen als locatie voor noodopvang van asielzoekers. Die mededeling deed burgemeester Theo Bovens in een brief aan de gemeenteraad gistermiddag. Op korte termijn moeten 500 vluchtelingen worden opgevangen op het zogeheten evenemententerrein op de luchthaven. Voor een periode van maximaal 6 maanden is dat. Aan de lijn is directeur van dat terrein Marten Foppen. Goedemiddag. Goedemorgen, Marten Foppen. Hoe zeker is die vestiging van 500 asielzoekers op jullie terrein op dit moment? Ja, hoe zeker is die? Hè? Dat is een goede vraag. Wat dat betreft een mooie intro. Inderdaad, vanuit Den Haag is een schrijver gekomen richting de gemeente Enschede dat onze locatie aangewezen is als, ik noem het maar even in het begrijpend Nederlands, verplichte locatie voor de crisisopvang van deze asielzoekers. Hè? Mm-hmm. Acute noodopvang. We hebben daar vanochtend een eerste oriënterend gesprek over gehad. Laat één ding duidelijk zijn. We zijn een evenementenlocatie. Hè? Een evenementenlocatie is geen noodopvang voor asielzoekers. Aan de andere kant, als je vanuit Hogerhand naar Den Haag gedwongen wordt om hierover na te denken, mee te denken, dan zul je dat als goed burger moeten doen. En dat was ongeveer ook de lijn van het gesprek vanochtend. Maar vanochtend is voor het eerst een oriënterend gesprek. Want we begrijpen ook dat op 24 november dat de gemeente Enschede is gepolst of er noodopvang mogelijk was op jullie terrein. Ja, wij hebben inderdaad in het voortraject 1 keer met het COA gezeten. Op hun verzoek om eens gewoon bij ons de locatie te bekijken. Nou, zoals je weet is onze locatie nogal groot. Dus dat hebben wij gedaan. En daarmee stopte het voor dat moment. Mm-hmm. En nu komt alles door het schrijven vanuit Den Haag nogal in de stroomversnelling. Want het is nu geen vraag meer, maar een opdracht. Ja, maar goed, uiteindelijk hebben jullie daarin nog steeds, neem ik aan, zelf beschikking over jullie terrein. Ja, dan krijg je zo'n soort kip-en-ei-discussie, denk ik. Ik denk dat het heel simpel is als Den Haag zegt het moet. Dan kun je natuurlijk met allerlei moeilijke juridische procedures proberen dingen tegen te houden. Maar uiteindelijk zal het dan toch moeten. Is dat zo? Dus Den Haag kan gewoon bepalen van het is jullie grond, maar wij gaan er een noodopvang neerzetten. Ik weet niet of het zo kort door de bocht is. Maar uiteindelijk heb je ook te maken, denk ik, met goed burgerschap. Ja, maar ik begrijp wel dat het nog een beetje dubieus is voor jullie van of je het überhaupt wil als evenemententerrein. Nou ja, kijk, we zijn... Ik denk dat daar de kern van mijn boodschap ligt. We zijn een evenemententerrein. We zijn niet voor niks gelukkig na jarenlange inhoudelijke discussies tot een vastgesteld bestemmingsplan gekomen voor een evenemententerrein. Ja. Daar ligt onze toekomst. Dus voor ons is bijvoorbeeld belangrijk dat het niet iets is wat hier jaren gaat plaatsvinden, maar maximaal bijvoorbeeld een half jaar. Ja, maar dat is volgens mij ook de bedoeling. Hè? Het is een noodopvang voor max 6 maanden. Ja, maar je zult snappen dat ik dat wel heel zeker en heel concreet wil hebben. Niet vrijblijvend. Aan de andere kant, Marten, jullie zijn een evenemententerrein, maar willen ook gewoon geld verdienen. Ik neem aan dat je hier ook wat voor krijgt. Dat denk ik ook, maar daar is echt, heb ik nog geen enkele informatie over. Maar dat is ook niet onbelangrijk voor jullie? Nou, als je vraag is, zitten jullie hierin voor geldelijk gewin, dan is het antwoord volmondig nee. We zitten hierin om een probleem wat de gemeente Enschede heeft opgelegd in de gezamenlijkheid zo goed mogelijk op te lossen. Waarbij een acute nood is voor een aantal mensen die kennelijk dat zo hoog opspeelt dat Den Haag gaat zeggen daar en daar moet het. Hè? En met ons nog een aantal gemeenten. Ja, is het trouwens door de gemeente aan jullie opgelegd of door de staatssecretaris? Nou, het is een brief van de staatssecretaris aan de gemeente. Hè? En als ik het goed heb begrepen is er... op dit moment een debat gaan in het stadhuis. En zal daar vandaan ook vanmiddag verder gecommuniceerd worden. Ja, maar nogmaals, zeg maar, is dan de vraag vanuit de staatssecretaris of vanuit de gemeente bij jullie gekomen om jullie als aanwijslocatie te gaan gebruiken? Daar overvraag je me. Ik denk dat het concrete antwoord daarop is. De staatssecretaris doet een brief richting de burgemeesters en wethouders en alles wat daarmee samenhangt. Met het niet vrijblijvende verzoek om op onze locatie dat te realiseren. Dus ja, ik denk dat het eigenlijk via de gemeente is dan in dit geval. Maar dat is natuurlijk
Ja, dat is meer een juridische vraag die je stelt. Ja, eigenlijk worden zowel de gemeente als jullie hier gewoon, toch wel met enige klem gevraagd om dit te gaan realiseren. Stel nou even op de boel vooruitlopen, dit gaat gewoon gebeuren. Wat betekent dat dan voor evenementen op jullie locatie? Nou, op dit moment hebben we ook nog te maken met corona, zoals je zelf ook weet. Dus we zijn sowieso aan handen en voeten gebonden met de mogelijkheden die er kunnen. We zijn in de gelukkige omstandigheid dat wij behoorlijk veel ruimte hebben. Dus zodra dit evenement mogelijk zijn en zouden kunnen die prima naast elkaar bestaan. Ja, want waar moeten we dan ons voorstellen dat die noodopvang gerealiseerd gaat worden op jullie terrein? Daar kan ik je echt nog geen antwoord op geven. Dan moeten we eerst echt inhoudelijk verder discussie voeren over hoe dat dan moet, waar dat dan moet en precies. Dat heb ik ook nog niet duidelijk. Dus ook hoe het eruit gaat zien weten we nog niet. Of dat een tentenkamp wordt of een containercomplex of wat dan ook. Nee, maar je hebt denk ik ook, natuurlijk, je bent zelf ook van de media. Afgelopen weekend komt het bericht ongeveer door dat het moet in Enschede. Ja, we leven nu op dinsdag. Dus dan heb je een beetje een idee onder wat voor tijd dit staat. Ja. Maar qua rolverdeling dan, ik begrijp dat jullie leveren zo'n lab grond en de gemeente Enschede doet de rest? Nou ja, we zijn uiteindelijk een evenementenlocatie. Dus als het om eten, drinken en dat soort dingen gaat, kunnen wij natuurlijk daar ook een rol in betekenen. Maar dan loop je weer op de zaken vooruit. Ja. We zullen eerst met elkaar heel snel scherp moeten krijgen of we dit gaan doen, wanneer we dit gaan doen en waarom we dit gaan doen. Ja. En als er zo'n dwingende vraag uit Den Haag ligt, dan kun je daar heel moeilijk over doen, maar dan heb je denk ik weinig keus. En dan is voor ons het allerbelangrijkste dat die doorlooptijd gelimiteerd is in tijd, want uiteindelijk zijn we een evenementlocatie. Oké, maar dus ik hoor wel dat de kans vrij zeker is dat er dus op korte termijn daar zo'n noodopvang gerealiseerd gaat worden. Dan hebben we het over de burgemeester die zegt in de brief aan de raad, de kersttijd duurt langer tot in januari van het komend jaar. Laten we ervoor zorgen dat er op korte termijn plek is in die sobere herberg die Vliegveld Twente heet. Dus ergens in januari maximaal denk ik dat we dat gaan zien verrijzen. Dat is ongeveer de verwachting dan. Nou, vind ik de associatie met sober op onze locatie vind ik natuurlijk niet zo heel fijn. We zijn zeker geen sobere locatie. dit moet niet in de markt blijven hangen. We gaan het doen of we gaan het niet doen. En als we het gaan doen, moeten we ook doorpakken. Marten Foppe, directeur van Vliegveld Twente evenementenlocatie. Over dus die noodopvang van 500 asielzoekers die daar zou moeten komen volgens de staatssecretaris. Dankjewel Marten en succes met de zaken. Dankjewel, graag gedaan.